Welkom bij deze aflevering van QN Studio Sport. Het is zondag 17 april 2016. In het lokaal gedeelte doen we een terugblik, want de SWB heeft volop wedstrijden gehad. Vanaf afgelopen donderdag werd bijvoorbeeld de eerste klasse competitie voortgezet. En in het weekend natuurlijk afgerond met de wedstrijd die zojuist plaatsvond tussen WBC en Notch. Maar goed, we gaan het hebben over Leo Victor, die kwam uit tegen Takdir Boys. En gisteravond heeft Transvaal haar eerste nederlaag gekend sinds de aanstelling van Dennis Bainu in het André Kamperveen Stadion. Verder nog, afgelopen donderdag heeft STVU het op moeten nemen tegen landskampioen, niemand anders dan de Arend. En in het buitenlands gedeelte bent u gewend de verschillende competities. Als we denken aan La Liga, de Premier League en ook de Eredivisie. Ook nog basketbal, daar hebben we iets heel aparts vandaag bij de top 10 momenten. Maar dan gaat het over de plaatsen en ook nog de highlights. Nou, dit alles en nog veel meer hebben we in deze episode van QN Studio Sport. Mijn medepresentator vanavond is Ivan Somerville en dat doe ik voor de eerste keer vanaf hij geïntroduceerd werd. Ivan, goedenavond. Goedenavond, welkom. Dankjewel. En de legendarische, de levendige legendarische Edwin Schaal. Edwin, goedenavond. Ja, goedenavond. Kan alles goed? Ook, Ivan. Goedenavond. En ook de kijkers en luisteraars. Ik ben niet zo gewend te zeggen Edwin. Is Wiene, hè? Wiene Schaal. U blijft erbij. We doen het woord van de sponsoren, want dat is ook heel belangrijk. En dan zo aanstaans terug met alvast het lokaal gedeelte. Tot zo. Welkom terug en dit is dan het lokaal gedeelte. En zoals ik het al aangaf, heel veel voetbalwedstrijden vanaf afgelopen donderdag. We pikken die van vrijdagavond, die plaatsvond in het SZ Stadion. En dan hebben we het over Leo Victor, want zij kwam uit tegen Takdir Boys. En aan de andere kant gaat het thuisspelend team Leo Victor in de aanval via de rechterveger, legt de bal voor. En het is niemand minder dan Arsenio Pojna die in de 10e minuut de 1-0 intikt voor de jongens van Leo Victor. Nogmaals de herhaling waarbij dus Rogelio Scholsberg de doelverdediger van Takdir Boys verslagen wordt. Weer een ander spelmoment. Arbiter Adang die fluit voor een overtreding. Nog de nodige hulp daar aangeboden. Vrije trap intussen genomen voor de jongens van Takdir Boys. Die mogen nog in de aanval gaan. Nogmaals een overtreding daar, gefloten door arbiter Adang. En zo mogen de jongens van Takdir Boys zich wederom gaan belasten met een vrije trap. Hier is een ander spelmoment waarbij dus de jongens van Takdir Boys proberen goed te maken met de twee nederlagen die ze dus hebben geleden tegen WBC en ook nog tegen de jongens van Transvaal. Aan de andere kant het team van Leo Victor, leder in handen van Scholsberg. Leo Victor die krijgt hier weer een heel goede kans, maar via de handen van Scholsberg gaat leder dus over het doellijn. In een ander spelmoment goede kans voor Melvin Fallis, maar de verdediging van Leo Victor slaapt niet en wordt het leder dus weggewerkt daar door de Leeuwen. Leo Victor mag het dus weer gaan proberen. Overtreding daar. Arbiter Adang die gaat dus in zijn zak en haalt een gele kaart. Vrije trap. En dat gaat dus over het doellijn. En dat is dus de speler Nana die te scoren komt. En zo dus de tussenstand brengt op 2-0 voor de jongens van Leo Victor. De Leeuwen waren dus aan het brullen tegen de jongens van Takdir Boys. Laatste fluitsignaal, Leo Victor met 2-0 langs Takdir Boys. Goed zo, en dan zag u nog de eindstand in beeld. Wiene, als je zo kijkt naar de hoogtepunten uit deze ontmoeting, zeg je de nummer 9, Leo Victor, tegen de nummer 7, als het gaat om de meest recente standenlijst. Zometeen hebben we dus de update daarvan. Een interessante wedstrijd, of zeg je toch niet? Maar het zijn juist deze kleine ploegen die aan de onderkant zitten, dus niet binnen de top 5, die nu moeten gaan bewijzen in de laatste fase van deze ronde. En dat maakt de laatste wedstrijd zo interessant, omdat de onderste regionen, het is niet eenvoudig wat er daar gebeurt. De ploegen verschillen niet zoveel van elkaar in punten en zo. En ik dacht dat ze dus dan een laatste troalem zullen pakken. Om dan zoveel als mogelijk bovenop te komen. En ik denk dat vooral de ploeg van Leo Victor
een van onze beste ploegen. Ja. Door de jaren met een geschiedenis. Dat ze dus helemaal onderaan zaten. En toch wel proberen het beste uit de kant te halen. En tot nu toe is het toch gelukt om een paar punten te vergaren. Dat Dierboys, ja, hetzelfde, maar blijkt duidelijk dat Leo Victor beter gemotiveerd was in deze wedstrijd dan Tak Dierboys. Tak Dierboys ging meer om fysiek geweld. En dat is zo duur komen te staan. Ja. Ja. Ook de coach Stevens, club-eigenaar van Tak Dierboys, Boyko Bishumba, die gaf dus aan dat het leek dat het zelfvertrouwen van zijn spelers verloren is. Omdat ze dus drie partijen achter elkaar verloren hebben. Ze verliezen tegen WBC, ze verliezen tegen Transvaal. En afgelopen vrijdag moesten ze dus het hoofd buigen voor de Leeuwen. Ja, kijk, laat me zeggen, eigenlijk van bepaalde trainers. Het moment dat je wedstrijd verliest, dan heb je altijd heel wat argumenten die ze aanhalen. En wanneer ze winnen, dan krijg je ook andere zaken waarbij ze dus de spelers hebben gemotiveerd, et cetera, et cetera. Ja. Dus wat de uitspraken betreft van trainers, dat laat ik voor hunzelf maar. Wat dat betreft heb ik een heel, heel andere mening. Vooral de Surinaamse trainers wanneer ze wedstrijd verloren hebben. Aldus Wienerschaal. En inderdaad, je moet winnen, je moet verliezen. En het kan ook inzitten dat je soms ook gelijk gaat spelen. Wat zeer zeker het geval is geweest met Transvaal dit weekend. Dennis Bijno die heeft voor de eerste keer, zie het zijn aanstelling, mogen ervaren wat het betekent om ook te verliezen met Transvaal. Heel wat wedstrijden gewonnen, ook gelijk gespeeld. En gisteravond was het zover tegen Excelsior in het André Kamperveenstadion. We brengen u terug naar zeer cruciale, maar zeer belangrijke wedstrijd, momenten uit deze wedstrijd. In het André Kamperveenstadion hier dus de speler Ray Frenkel verliest daar het leider. En zo mogen dus de jongens van Tak Dierboys hun eerste doelpunt voor hun rekening nemen. En dat was dus Inaldo Panza, die in de 9e minuut tot scoren kwam voor de hekkensluiter in de hoofdklasse competitie Excelsior. Hier was dus Jelani Jamisi die in de aanval ging. Terwijl Ray Frenkel daar geen redding weet te brengen voor de jongens van Transvaal. Dus de stand is dus 1-0. Oostkap hier genomen. Door de jongens van Tak Dierboys, doelman Stella, die gaat in de look voor het leider. Maar in deze aanval wordt hij dus geblesseerd door de speler Jelani Jamisi. Dat betekent dus ook de laatste minuten voor Stella in dit duel, daar hij dus vervangen werd door de Braziliaan Don Meigon. Nogmaals de herhaling van het gebeurde. Wedstrijd hervat, hier dus Wesley Christophe legt het leider voor en dit bracht natuurlijk geen doelpunt voor zich mee. De jongens van Transvaal die lieten ook van zich spreken. Hier dus de Braziliaan Alessandro Ferreira in de aanval. Daar met Sorensio Julians legt het diep daar voor Donny Diver. En de tamschot voor deze doelman. Namelijk Pandoy. Wesley Christophe die mag weer in de aanval gaan voor de jongens van Tak Dierboys. Hier een goede aanval door de speler Inaldo Panza. Nog steeds in balbezit. Een tatamschot voor de doelverdediger Don Meikon. Aan de andere kant probeert de jongens van Transvaal het ook. Leder wordt voorgetrokken daar. En het had een hartje gespeeld. Of Sorensio Julians kon het leder achter het doellijn van Tak Dierboys krijgen. Zover was het nog niet. Hier een pas van Slagveer voor Sorensio Julians. En in dit geval lukte het wel aan Sorensio Julians om tot scoren te komen. En zo brengt hij dus de tussenstand op 1-1 in de ontmoeting tussen Transvaal, de nummer 2 op de ranglijst, en de hekkensluiter Excelsior. Een ander moment hier, Donny Diver die in de aanval gaat, probeert het voor te leggen voor Sorensio Julians. Maar de doelman was dus op zijn plaats. En let u maar op deze verdediging van de, leek wel een volleyballer te zijn, Don Meikon. En het had een hartje gespeeld of de jongens van Excelsior konden de stand wederom uit evenwicht halen. Was dus de speler Jelani Jamisi. Een ander spelmoment hier waarbij Tak Dierboys in de aanval gaat via de speler Jelani Jamisi. Let maar op deze aanval langs de doelman en dan over het doellijn. En zo brengt hij dus de tussenstand op 2-1. Ga
Transvaal die gaat het blijven proberen. Hier de Braziliaan Alessandro Ferreira. En na een aantal pogingen mislukt te hebben, is het hem uiteindelijk gelukt een doelpunt voor zijn rekening te nemen voor de groen-witte formatie Transvaal. En dat gebeurde dus in de 88ste minuut. En zo wint dus Excelsior met 3-2 van het team van de Transvaal. Prachtig. Dat hebben we dan ook gezien. De wedstrijd is dus gisteravond gespeeld in het André Kamperveenstadion Wienen. Als we zo naar de beelden hebben gekeken, dan als je aanwezig bent geweest in het stadion, krijg je het gevoel alsof zowel aanvallend als verdedigend Transvaal nergens was gisteren. Ja, als je zo de beelden bekijkt, Katusha, zou je denken dat Transvaal met 5 spelers gespeeld heeft. Ja. Want je zag die spelers gewoon niet op het veld. Nee. Alles was bruin, of althans de kleuren van Excelsior. Ja. En ik geloof dat de fouten die men daar gemaakt heeft, op dit niveau kan niet. Vooral het eerste doelpunt. Ja, ja. En ik verwacht van een man die normaal een prachtige wedstrijd speelt, maar zo'n nonchalant van Rie Frenkel, om een bal terug te spelen voor een doelman. Precies. Terwijl de doelman zelf misschien die bal kan wegtrappen. Maar je ziet dat er was zo een nonchalance tussen die twee. En ik geloof dat op dit niveau dat niet kan. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat dat doelpunt toch wel een rol gespeeld heeft binnen Transvaal als geheel. Ja. Nu zijn ze weer op, kijk je hebt soms, kan het best mogelijk zijn dat je dus weer op gelijke hoogte komt. Maar het eerste doelpunt blijft je achtervolgen. Bewust of onbewust. En ik geloof in dit geval blijkt duidelijk wat Leo Victor gedaan heeft, dat Excelsior gekomen is om te bijten, te stoten, te slaan, noem maar op. Maar die 3 punten moeten we halen. Dus de motivatie wat we bij Leo Victor gezien hebben, was bij Excelsior. En het nonchalance zat ook bij Transvaal. En dat is natuurlijk bijzonder jammer. Ik zou denken dat juist op dit niveau waar ze op de tweede plaats staan, met de Excelsior, dat ze de aansluiting met Inter Moegetappen niet wilden verliezen. Mm-hmm. Maar het is ook duidelijk dat Transvaal geen partij was. Ivan, we hebben een moment gezien in die ontmoeting. Je was ook aanwezig. Ja. En ook daarnet in een fragment van de highlights van die wedstrijd, hoor. Dat de Braziliaanse doelman, Alexandro, meer bekend als Lele, op een gegeven moment, toen de bal zijn richting opkwam, met een volleybalhouding de bal wegsloeg. Ja, ik weet niet waarom dat sloeg. Ja, maar als je eenmaal die bal dus net als een volleybal wegslaat, kan je hem ook vangen. Ja, ja, ja. Dat dus op geen moment. Controle, je kan die bal gewoon vangen als je hem wegslaat. Maar hij heeft hem dusdanig geslagen dat hij vlak in dat gebied net boven hem terechtkwam, waar hij omsingeld was door spelers van Excelsior. Dat is niet handig. Hij heeft nou gelukt dat die bal een kamborale gemaakt heeft naar boven toe. Want de andere was tegen die speler al gekomen. Precies. Maar ik zeg van, als je een bal, dat is een volleybal kan wegslaan, dan kan je hem ook vangen op je bord. Zo eenvoudig is dat. Dus dat is nog steeds de vraag, als hij hem wilde wegstuiten of als hij hem wilde vangen? Ja, Ivan, er zijn zoveel vragen met betrekking tot die wedstrijd van gisteravond. Ja. Ik reed weg uit het stadion en ik had voor mezelf nog zoiets van, hoe konden bepaalde momenten zich voorgedaan hebben in die wedstrijd? Zo had je een moment waarbij er een overtreding was. Het ging om de speler Slagveer. De scheidsrechter staat pal voor dat moment, dat spelmoment. Een lelijke overtreding. De scheidsrechter kijkt toe. Kijkt naar hoe de wedstrijd continueert. Kijkt weer naar hoe hij op de grond ligt. En kiest ervoor om zich te keren en te continueren met die wedstrijd. Kort daarna kwam er ook een doelpunt. Dus op een gegeven moment zit je en je denkt bij jezelf, jongen, jij die op de tribune zit, je hebt dat geconstateerd. Hij die pal voor de situatie was, fluit er niet voor. Het is gebleken dat hij keer op keer te laat floot. Wat voor invloed kan dat hebben op het spel, maar meer nog de spelers? En vooral als je achterstand hebt, zoals Transvaal dat had op een gegeven moment. Ja. Kijk, ik had toen eerlijk gezegd, wat scheidsrechten betreft, kan je gewoon niet beginnen. Eerlijk gezegd. Ze beslissen, ze hebben het laatste woord. Jij zit op de tribune, jij stelt iets anders vast.
Hij staat bij, bewust of onbewust. Fluit hij dus niet voor die overtreding of ziet hij heel iets anders. Maar weet je wat het jammere hiervan is? Want na 90 minuten is de wedstrijd afgelopen en we gaan verder met ons leven. Maar worden scheidsrechters en grensrechters ergens wel geëvalueerd op basis van beelden? Laten we zeggen, je trekt er 6 maanden vooruit. Je kijkt wat de performance is, hoe de persoon optreedt tijdens wedstrijden. Want de arbiter die 10 keren blunders maakt, of niet fluit voor situaties, zul je hem zetten bij een cruciale wedstrijd bijvoorbeeld? Een finale wedstrijd bijvoorbeeld? Ja, kijk. Hebben we dat hier winnen? Nee. Kijk, in het buitenland, vooral Nederland, dan komen die scheidsrechters terug. Van als ze de beelden zien. Precies. Ja. Dat ze zeggen van nee, in dit geval zou dat moeten gebeuren. Maar het is sinds jaren dag dat we dus de scheidsrechtercommissie, al moet ik het zelf zeggen, maar zijn comedianten daar. Want je hebt dus dan wedstrijd officials, mescommissioners, die dan die wedstrijd bepalen en ook de scheidsrechter oordelen. Maar je hebt nooit gehoord dat die mannen bijeen zijn gekomen en de beelden hebben gezien waarbij de scheidsrechter zijn mening heeft gegeven. Ja, want dat vind ik toch wel belangrijk, hè, Ivan? Als je wedstrijden maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, competities in en uit, seizoenen in en uit hebt. Ik heb nooit in mijn leven op die gehad van Ivan is bijvoorbeeld scheidsrechter en hij heeft 10 keren fouten gemaakt tijdens wedstrijden. Weet je wat, we gaan Ivan brengen naar een lager pitje totdat hij weer, weet je, de juiste upgrading heeft en goed genoeg is om een belangrijke wedstrijd uit de hoofdklasse of whatever te gaan mogen fluiten. Dat soort dingen, die screening hebben we hier niet, volgens mij. Het is de leider van de scheidsrechtercommissie, die komen misschien wel een paar keer op de beeldbuis om natuurlijk een evangelie te verkondigen. Maar eerlijk gezegd, het is sinds jaar en dag dat het daar helemaal fout gaat. Omdat net wat je zegt, we hebben nog nooit gehoord waarbij de scheidsrechtercommissie een evaluatie gemaakt heeft. Ja. Dat is nu die wedstrijden die daar gebeurd zijn of gespeeld zijn. Maar wedstrijden waarbij discussies, disputes zijn ontstaan. Dat ze het samen bekeken hebben met de arbiter. En dat ze dus met een of andere bekendmaking komen. Ja, ja. Van na evaluatie met de arbiter. Ja. Je hoort het nooit. Ja, ik ga je eerlijk zeggen hoor. Het moment toen hij niet floot voor die overtreding op Slagveer, heeft daar de wedstrijd ook een andere wending gekregen, want kort daarna werd er weer gescoord. Ja. Weet je, dan kun je altijd zeggen, achteraf kan je veel praten en ja, achteraf kan je zoveel verkondigen. Ja. Maar ik blijf erbij dat dat ook invloed heeft gehad op de wedstrijd. Ja, dat snap je? Ook, wat anders wat opgevallen was doelman Stella. Die is kort na de aanvang van die wedstrijd, nadat hij geblesseerd werd, uit het spel gehaald. Is dan vervangen met de Braziliaanse doelman. Maar Stella die heeft momenten gekend voor de minuten dat hij in de wedstrijd was, waarvan ik ook zoiets had van, moet je dat doen of kun je dat wel doen? We hebben een van zulke momenten voor u erbij kunnen halen en we kijken er nu even naar. Kijkt u maar even mee. Je kreeg dus een doelpunt. Ja. Fout begint bij Stella en dan zijn stopper Ray Frenkel. Juist. En dan heb je dus een tegendoelpunt. Precies. Ja. En ik ga je eerlijk zeggen hoor, Ivan. Als je kijkt naar hoe de wedstrijd gespeeld is. Je vraagt je af. Ik weet het niet hoor. Ik bezoek geen trainingen van clubs hier in Suriname. Ik weet dat er op een bepaald iets getraind wordt, als het nou 4, 5 dingen zijn die uitgestippeld worden voor de training voor die dag, dan wordt er daarop getraind. Maar ik vraag me af als wij in Suriname ook trainen op corners. Want wat corners gisteren betrof in het André Kamperveen Stadion, had ik echt ook zoiets van, jeetje, is dat de manier van een corner nemen? Is dat de manier van een strafschop nemen? Is dat de manier van een muur bouwen? Ik heb niets daarvan bij Transvaal kunnen zien gisteren. Misschien hebben ze de jongens van Excelsior onderschat omdat die dus op de laatste plaats staan. En ze hebben dus dat van mee te nemen van Transvaal maar 3 partijen gewonnen voor geheel het seizoen. Dus ja. Misschien was het een beetje onderschatting. Wiene, zou je je dat moeten of kunnen permitteren om te zeggen, als Ivan zo'n uitspraak doet van onderschatten?
Je mag toch niet onderschatten als dat het geval zou zijn? Nee, vooral waarbij de trainer zelf en de pers verschenen is, dat ze het kampioenschap ook willen behalen. Ja, ja, willen behalen. Ze zien het al aankomen. Mm-hmm. En als je tegen een Excelsior speelt, dan denk je van, deze 3 punten zijn zeker binnen. Ja. En dan wachten we even op Botopassa en Termogotapu wat te doen. En dat blijft wel het verschil, 3 punten. Ja. En dan hebben we nog 3 wedstrijden te gaan. En dan wachten we op een fout van Inter Mogotapu. Want wij gaan vanuit de standpunt dat wij geen fouten meer mogen maken. Klopt. Dus all hands on deck om die 3 punten en die laatste 3 wedstrijden binnen te halen. Mm-hmm. Maar de Surinamer, ik heb het vaker gezegd, we nemen geen goede dingen over van het buitenland. Want wat daar gebeurt tussen Frankel en de keeper, mm-hmm, is een Barcelona. Het is een Barcelona onderdeel. Tussen de keeper en vooral toen hoe die vorige keeper van Barcelona werd, die Valdes. Mm-hmm. Die mannen hebben daar zitten toveren samen met Piqué. Penalty step en ja, worden de ballen toch gepaard voor Piqué. En je ziet, want als Stella die bal paard voor Frenkel, kan hij niet zo ver zijn. En zou de tweede die bal gepast had, zou je er dan dichterbij moeten komen. Dus ja, ja. Maar het moment dat Frenkel die bal terugpakt, dat zie je. Stella was helemaal in Frankrijk gedaan. Ja, klopt. Nou, we moeten, ja. Uh-huh. Ja, dus je paast die bal, maar dan ga je naar die bal tegemoet. Ja, en gepaald, en dan ga je zijn bal bakken. Ja, klopt. Maar, deze zijn Barcelona-achtige dingen. Ja, ja, ja. Eén staat wel vast. Na de wedstrijd hebben dus de coaches hun mening gegeven over de wedstrijd gespeeld tussen het team van Transvaal en Excelsior. En onze collega Rachid die was in gesprek met de coach van Transvaal, Dennis Bayno. Dennis, je verliest vanavond je eerste wedstrijd met Transvaal als hoofdtrainer en wel met 3-2. Wat gaat er eigenlijk allemaal mis tegen Excelsior? Nou, sowieso, je zag het zelf, veel individuele fouten achterin en dat is ook cruciaal voor het vertrouwen. Voorin ook, je mist heel veel kansen of mogelijkheden, foute beslissingen. Op een gegeven moment tast dat een beetje je vertrouwen aan en als je mentaal niet heel sterk bent, dan zal je last van ondervinden gedurende de hele wedstrijd. Transvaal is niet begonnen zoals je natuurlijk had gewenst. Komt heel, heel lullig zeg maar op 1-0 achter te staan, op 0-1 achter. En dan komen jullie terug in de wedstrijd, goed terug in de wedstrijd. Waar je eigenlijk denkt dat in de rust, na de rust, hetzelfde spelbeeld gezien zou worden van Transvaal, krijg je toch weer een ander spelbeeld. Nee, je ziet het. Op momenten dan lijkt het alsof het goed alles, dat je alles onder controle hebt. Maar dan krijg je weer stomme fouten achterin, om het zo te noemen. En de concentratie weer. Ja. Dus allemaal individuele fouten, foute beslissingen. Het begint bij 1 speler, de 2e speler die corrigeert niet, de 3e niet. En dan krijg je een situatie dat je het vertrouwen tast, waardoor spelers niet meer durven om bepaalde acties te ondernemen. En dan is het resultaat dit. Is de blessure van Delano Stella duur komen te staan? Ik denk het niet. Ik denk het niet. We hebben een reserve doelman. Oké. Die spelers die moeten die jongen vertrouwen geven, die achterhoedenspelers. Maar als de achterhoeder ook al twijfelachtig voetbal verkrampt, dan weet je dat je het lastig krijgt. Dan hoop je dat het niet gebeurt. Maar uiteindelijk dan gebeurt het toch. Ik snap dat je eigen speler, je eigen reserve doelman in bescherming neemt, Dennis. Maar ik ben geen voetbalgeleerde, maar zoals de tweede de goal erin gaat, de vrije trap zelf, dan denk je toch even van, hey, had de keeper daar niet wat beter bij moeten zijn? En ook bij de 3e bal moet eigenlijk een keeper ook het gevoel hebben wanneer hij moet uitlopen, of niet? Dat klopt, maar nogmaals, hij staat er pas in. En als achterhoedenspelers, dan moet je weten van, hey, we moeten hem vertrouwen geven. En alles eraan doen dat er zo min mogelijk ballen daar komen.
De concurrenten hebben ook punten laten vallen, zeg maar, in deze competitie. Je bent nog steeds goed in de race voor het semi-kampioenschap, betekent dat. Ook nog eventueel voor het kampioenschap. Hoe zie je Transvaal de volgende wedstrijd opdraven? Nou kijk, in voetbal, je wint en soms verlies je, ja. We zijn wat anders gewend de laatste tijden door alleen te winnen en gelijk te spelen. Dus nu is het weer een moment voor mij om weer een uitdaging. Om die jongens zo ver te krijgen, eerst volgende wedstrijd. Ja, dat ze weer, want we moeten met dezelfde groep moeten we verder. Dus ik kan hun kop niet eraf schieten. Dus we gaan deze week ons goed voorbereiden. Er is niks aan de hand. Je zegt het zelf, we zijn nog in de race. Er is niks aan de hand. Wel moeten we volgende week weer klaarstaan om weer een goede wedstrijd te spelen en winnend af te sluiten. Dennis, heel veel succes. Dank je. Aldus Dennis Bynoe die een opsomming gaf van de momenten uit de wedstrijden die gans verkeerd gingen gisteravond in het André Kamperveen Stadion. De waarnemend coach van Excelsior, die is Amrish Lakai, die had het volgende te vertellen aan Rashid. Trainer Lakai, drie hele belangrijke punten vandaag thuis bij Transvaal. Om directe degradatie te voorkomen, hoe voelt u zich? Tevreden. Ja, we hebben ervoor gewerkt, dus een tevreden gevoel. Wat ging allemaal zo goed bij Excelsior vandaag? Want eigenlijk als je over het hele seizoen kijkt, dan zie je eigenlijk dat Excelsior steeds achter de feiten aanloopt. Nederlaag geleid en nog eens nederlaag. Vandaar dat jullie ook zo laag staan. Waarom juist de twee laatste wedstrijden dat jullie wakker beginnen te worden of lijken te worden? Ik denk dat het aan de motivatie ligt en eenheid binnen de ploeg. Je ziet dat de motivatie terug is bij de jongens. En de training wordt ook goed bezocht nu. Dus... die jongens hebben er zin in nu. Om redenen dat wij eigenlijk, waarvan wij nog niet op de hoogte zijn, is trainer Burleson even afwezig. De drie laatste wedstrijden zit jij op de bank als hoofdtrainer. Kan dat er wat mee te maken hebben? Nou, hoeft niet per se zo te zijn. Kijk, ieder heeft zijn eigen manier om zijn spelers te motiveren. En dat kan aan de motivatie liggen. Aan de manier hoe je spelers motiveert. Ten slotte, hoe groot acht je de kansen eigenlijk dat Excelsior zich nog handhaaft in de hoofdklasse? We blijven strijden. Wij moeten ervoor zorgen dat we blijven winnen. En hopen voor gunstige resultaten aan de andere kant. Succes. Dank u wel. Aldus Amrish Lakai, hij is de waarnemend coach van Excelsior geweest gisteravond. U weet, Burleson die is al een tijdje daar niet meer te bespeuren. En hij is eigenlijk bestuurslid. Maar ja, hij heeft ervoor gekozen om even waarnemend coach te zijn. Hoe lang dat gaat duren, weten we niet. Maar wat we weten is dat we uitslagen hebben, want er zijn veel meer wedstrijden gespeeld. Laten we even kijken hoe die lijst eruit ziet. Leo Victor tegen Takdir Boys werd 2-0. Inter Mungo Tapu tegen Botopassi 7-0. En dat is de mooiste stand van het weekend in de hoofdklasse. Nishan 42 tegen Robin Hood werd gelijk 1-1. Transvaal Excelsior 2-3. En WBC Notch is 2-1 geworden. Die wedstrijd is zojuist gespeeld. We vervolgen dan het programma met de standenlijst in de hoofdklasse competitie van de 15e speelronde. Inter Mungo Tapu nog steeds aan kop met 33 punten. Gevolgd door het team van Transvaal op de tweede plaats met 27 punten. Walking Boys Company op de derde plaats met 22 punten. Die wordt dicht op de hielen gezeten door het team van Botopassi met 21 punten. Nummer 1 tot en met 4 die hebben er 15 wedstrijden op zitten. Het team van Notch die heeft er 14 gespeeld en heeft er daar 20 punten kunnen halen. Nishan 42 op de zesde plaats met 19 punten. Takdir Boys op de zevende plaats met 17 punten. Robin Hood op de achtste plaats met 18 punten. Leo Victor op de negende plaats met 18 punten. En het team van Excelsior, de Hekkensluiter, met 12 punten. En zo heeft u dus allemaal gehad op rij. En daar hebben we het gehad over de standenlijst. We gaan direct naar de eerste klasse. Want ook daar is er gespeeld vanaf donderdag. En laten we eens even kijken wat de uitslagen zijn tot en met vandaag.
Het team van SNL die nam het op tegen een PVV. Daar wist SNL heel nip te winnen met 1-0. Jong Rambaan walste over het team van Bommastar met 5-1. Santos die werd teruggewezen door het team van West United met 0-2. Amardiep die werd ingeblikt door het team van Caravan met 1-6. Voorwas die wist met 3 doelpunten verschil te winnen van A-Coconut, namelijk 3-0. En Dewa Boys die wist vandaag te winnen van het team van Papatam met 2-1. Nou, dan hebben we dat ook alweer gehad. En als we kijken naar de standenlijsten, dan ziet het er allemaal nog fantastisch uit. Met nog enkele wedstrijden te gaan, hebben we Inter Mungotapu met 33 punten. Transvaal 27 en WBC 22. Dat is de top 3 van de hoofdklasse. Ivan, we hebben basketbal gehad. Ja, naast Koning Voetbal heeft ook de Surinaamse Basketbal Associatie hun competitie voorgezet. En het team van SCCN was donderdag... afgelopen donderdag in de hal en heeft voor u kunnen vastleggen de wedstrijd tussen de Arend en SCVU. We weten dus dat het team van de Arend de titelverdediger is voor wat betreft de hoofdklassecompetitie. En de jongens van SCVU die kijken ook haast rekenen uit naar de titel voor wat dit seizoen betreft. Hier gaan dus de jongens van de Arend in de aanval. We weten dus dat het team van de Arend... twee wedstrijden heeft gespeeld en dus beide in een voordeel wisten bepalen. Zij wisten dus te winnen van CLD en PBV Rialto. En de vraag was natuurlijk als SCVU een eind kan brengen aan de overwinningsrace van de jongens van de Arend. Hier dus de Arend weer in de aanval. De Arend die stond bij de rust voor met 2 punten, namelijk 34 tegen 32. Nog enkele momenten van de ontmoeting. Ook de nodige wissels moesten gepleegd worden. Hier weer de Arend. Het is dus een 3-pointer. Goed opgekomen publiek. Zo ging het daar allemaal aan toe. Afgelopen donderdag. Hier nog SCVU met een score. En uiteindelijk was het dus het team van de Arend die met 72 tegen 62 wist te winnen van het team van SCVU. Na een ruststand van 34 tegen 32. Tot zover dan de highlights van deze wedstrijd. Wiene, los van dat je je deskundigheid met ons deelt, ben je ook vandaag in de studio om me wat te vertellen, want ik heb gehoord dat je vertrekt. Klopt dat? Ja, het is namelijk zo dat een de veteranen van Young Holland, een team uit Curaçao, die waren op bezoek hier in Suriname. Mm-hmm. En in mijn tijd hebben we dus ook samen gevoetbald, de Transvaal tegen Young Holland. En de veteranen van Transvaal zijn weer uitgenodigd voor een tegenbezoek. En wie gaat er allemaal? Ja, dus een Marco Kemenblik, zodat ze dat ik hier zou spelen, mm-hmm. maar ik zeg ik voetbal niet meer. Ja. Dus toen hebben ze dus aan Transvaal aangeboden een tegenbezoek te brengen. Okay. Maar ze hebben toch wel gevraagd dat ik in de organisatie zit. Okay. Niet de organisatie, maar de delegatie. Mm-hmm. Omdat het niet voor het eerst is dat Young Holland mij, we kunnen zeggen, decoratie hebben aangeboden. Ja, want ze hadden me laten halen om... Je zit in de Hall of Fame van Curaçao, toch? Ja, dat is ook een die is apart weer, ja. Ja. Van Ergilio Hato, de beste doelverdediger van Curaçao. En als je mij vraagt, ook de beste die ik ook gezien heb. Mm-hmm. Dus, maar het is een organisatie dus die, waarbij... een paar ploegen uit Suriname, veteranen van Sozus. Mm-hmm. Maar jij vertrekt, wie vertrekt nog meer? Van de ik ben ik niet aan de organisatie, ik weet niet precies, maar... Gaat Wensley Bundel ook mee? Wat zei je? Gaat Wensley Bundel ook mee? Ja, ja, ja. Wensley Bundel gaat ook mee. Ja. En daar heb je dus dan ook... jongens als Ludwig Samson. Okay. Maar zij spelen ze na Wensley Bundel en mijn persoon. Maar
De komende dagen krijgen we dus dan een meeting waarbij we precies weten. Ben je emotioneel hierdoor, Wiene? Wat zei je? Ben je emotioneel hierdoor? Laten we zeggen dat Miguel Misani. Maar natuurlijk, vind je het natuurlijk prettig dat je nog steeds gewaardeerd wordt in het buitenland. Dat want is fantastisch. Als ik terug mag komen op wat je allemaal hier aan tegenwerking hebt ondervonden. Ja. Want hier in Suriname, de SVB bijvoorbeeld, die had mij voorgehouden van, toen ik afscheid zou nemen. Van winnen in feite verdien je een gouden bal. Of een gouden speltje. Maar dan moet je eerst bestuurslid worden van de SVB. Echt waar? Was dat de voorwaarde? Ik zeg, nou, dat hoeft dat voor mij niet. Dat was als echt ik op basis van voetballen zoveel bereikt heb, ja, dan kan je me niet gaan zeggen, ik moet, want de SVB geeft alleen maar gouden speltjes aan. En wie van de SVB was dat in die tijd die dat zei aan u? Nou ja, ten, wie was daar de voorzitter toen? André Kamperveen. Oké, en hij kwam dus daarmee? Ja, dus en dan had je ook andere bestuurslieden als Samsung, noem maar op, je hebt een paar aan. Maar wanneer vertrek je? 24 nou, dat we komen even van deze dagen bij elkaar. Ja. En dan krijgen we alle details. Fantastisch. Maar feit is dus dat ik, het gaat alleen om mij. Mm-hmm. Maar ik ben blij dat de veteranen van Transvaal ook mogen meegaan. Goed zo. En dan hebben ze gevraagd dat ik ook in de delegatie zit. En dan gaan we er naartoe. En zodra ik dus dan alle details heb, dan komen we de ploegen die meegaan, ja, daar zal ik natuurlijk bellen. En melding om dan, maar misschien dat ze dus zelf met een statement komen. Ja, misschien ga ik ook zelf mee. Maar goed. Ja. Ja, voor degene die het niet wist, de Hall of Famer op Curaçao, Wiene Schaal. En daarmee besluit ik het lokaal gedeelte. We zijn straks terug met het buitenlands gedeelte. Tot zo. Het is gewoon weg. En met deze beelden hebben we het gehad voor wat deze episode betreft van QN Studio Sport. Wiene, na voetbal, wat is jouw favoriete sport? Wat? Na voetbal? Wat dan hoor je nog om van te kijken? Basketbal dansen. Maar basketbal. Basket. Ja, als ik klaar was in het André Kamperveen stadion, dan ging ik gelijk naar DSP voor eigen sporthal. Ja, en jij, Ivan? Gevechtsport. Oh ja, ben ik helemaal vergeten. Maar goed. Ik wens u een fantastisch weekend verder toe. Het zijn nog maar een paar uurtjes. Geniet u nog van die uurtjes natuurlijk. En ook de reguliere uitzending van SCCN TV. Het was onze waar genoegen. Wiene, hartstikke bedankt. Ivan, jij ook. Ja, ook bedankt ook. En voor meer sport, QN Studio Sport natuurlijk. Graag tot de volgende week zondag. Een fantastische werkweek aan u allen toegewenst. Goedenavond.